pak het Guinness Book of Records er maar bij. We gaan beginnen aan PKC tegen KCC. Eerst even nieuws uit Capelle. Heel veel mensen zijn er niet bij. Geen Verhoef, geen Groeneweg, geen Van Oosten, geen Noordzij. Komen de komende weken wat belangrijkere potjes aan, moet trainer Erik Wolsing gedacht hebben, dan PKC uit. Kunst, dit is zijn eerste. De 4-1. Weet je natuurlijk dat PKC tweede staat op de ranglijst met Milou Wieringa. Met de 5-3. In het begin kunnen beide ploegen redelijk gelijk opgaan met elkaar. PKC is zeker niet briljant. Verkeerde paas bij Suzanne Struik. Eerder dit seizoen was het een moeizame overwinning voor PKC in Capelle in de Schenkel. En dit is de derde van Kunst. 7-3. En KCC, ja, het oogt allemaal een beetje onbeholpen. Hier bijvoorbeeld Sophie Dijkshoorn aan de bal. Debuteert in het eerste. De overtreding van Milou Wieringa. En dan moet Wolsing al een time-out aanvragen. Trainersnieuws ook afgelopen week vanuit Capelle. Ed van der Steen. Die gaat blijven. Dat is leuk voor hem. En dit is een mooie goal hoor. Prima gedaan door Dekkers. Stefan Dekkers in dit geval verheugt zich nu al op volgende week als zijn broer Christian naar de Schenkel gaat komen. En daar verwacht KCC veel van die wedstrijd. Schitterend blok daar door Havelaar, maar het is toch een strafworp. Gegeven door de debuterende Corvo League scheidsrechter Vreeswijk. Ja, die is misschien wel los, moeilijk te zien. Maar Dekkers benut het buitenkantje wel. 11-5. Prima stiel, daar bij Kunst. Dekkers lijkt het dan al te geloven. Bal naar de andere kant. Eén keer overspelen en dan Laurens Leeuwen ook prima. Snel gespeeld. Zijn vierde. Is handig gedaan hoor door Julian Middelkoop. Troef daar de sterke van Wijngaarden af onder de korf. 14-7. Maak een klein sprongetje in de wedstrijd. Heeft PKC er inmiddels al 19 in liggen. Als dit Marijn van der Goorberg is. Weer een basisplaats voor hem. En dat doet het ook goed. Zijn derde al vanaf de achterlijn. En de 20e voor PKC. In de tweede helft wordt het vooral de helft van die ploeg uit Papendrecht. En vooral van deze man. Richard Kunst. Zijn negende. 25-13. En let op dit moment. Misschien wel het doelpunt van het seizoen. Laurens Leeuwenhoek. Oh, wat is dit een schitterende goal. Wat een prachtige goal van die aanvoerder van PKC. De paas is lekker van Wijngaarden. Maar dat je hem zo kan afronden. Daar hebben ook de mensen van KCC diep en diep respect voor. Wat een heerlijke goal van Laurens Leeuwenhoek. 27-13. Maakt even later ook de 30e. Zijn negende. Bal naar de andere kant. In een wedstrijd die natuurlijk al lang geen wedstrijd meer is. Berens helemaal vrij. Prima voordeel gegeven. En zo maakt Mark Berens er 30-14 van. Dekkers gelooft het dan wel. Die zegt, ik ga wel naar de kant. Mauro Oru heeft dan de ondankbare taak om hem te vervangen. Tegen die ontketende Richard Kunst. Gaat er heel makkelijk langs. Zijn 12e, 37-16. Nadie den Dunne dan. Gaat ook heel makkelijk langs. 39-17. Wie gaat de 40ste maken van PKC? Is het Suzanne Struik? Nee, de rebound is bij Kunst. Kan zich wel heel makkelijk rondom Oru heen tollen. En dat is de 40ste. 40-17. En het eerste record is dan langzaam in aantocht. LDODK scoorde ooit 44 keer tegen Avanti. Vorig jaar was dat. En daar is nummer 41. Mabel Havelaar. Zijn er inmiddels 43 goals gemaakt. Door PKC. Kunst is niet te stoppen. Dit is nummer 44. Daar is de evenaring dus. Richard Kunst, de volgende uitdaging voor hem is om het record te gaan evenaren, te verbreken zelfs van Jos Rozenboom met 16 in een wedstrijd. Dit is de nummer 15 van hem. Laurens Leeuwenhoek maakt er ondertussen 45-18 van. Dan het record van de meeste goals van een ploeg in één wedstrijd dus.
kunst hier. Eerste doorloop gaat hij niet in. De herkansing ook niet. Daar een strafworp. Ja, een strafworp. En dan kan kunst op gelijke hoogte komen met Jos Rozenboom. Het fenomeen van DVO. Voor nummer 16 kunst. Ja, natuurlijk voor nummer 16. Alles gaat erin bij hem. En strafworpen helemaal. 46-18. Even later gaat kunst voor het record alleen. Berends is hem helemaal kwijt. Richard Kunst, daar is hij. Nummer 17, King Kunst. 17 doelpunten voor het fenomeen uit Hardingsveld. Spelend voor PKC. En het is echt waar, we gaan vrolijk verder. Iedereen heeft dan gescoord als Zita Schreuder ook haar doelpuntje bijprikt. Zij de enige die nog niet op het formulier stond, nu dus wel. 49-19, wie gaat dan nummer 50 maken? Van der Goorberg weer vanaf de achterlijn. Prima gedaan, zijn zesde, 50-19. Berends dan, jawel, mag er ook gewoon in. Dan is ook het record eraan trouwens. Met het meeste aantal doelpunten in één wedstrijd. Hier Lauwens Leeuwenhoek, 51-21. Ook hij blijft maar scoren. 15 doelpunten ook maar liefst voor Lauwens Leeuwenhoek. En het laatste doelpunt van de avond wordt gemaakt door het fenomeen zelf. Door Richard Kunst, 52-21 en 18 keer Richard Kunst. Het is een hele memorabele avond. Die nog wel eindigt met een zwart randje. Want kijk dit is een hele vervelende blessure. Dat ziet ook Suzanne Struik. Die enkel van Mark Berends klapt helemaal dubbel. En zo eindigt een bijzondere avond toch wel in mineur. Hij per brancard van het veld. Steven Verhoef zou ook later met hem meegaan naar het ziekenhuis. En gelukkig valt het allemaal wel mee. Althans, hij is er de komende weken uit. En KCC kan Berends wel heel goed gebruiken. In elk geval via het PKC-feest. Want zij plaatsen zich dankzij een hele memorabele avond voor de play-offs.